Kijk, het lijkt wel op een stropdas. En dit ook. En nog een stropdas. Nou, dan is dit natuurlijk ook een stropdas. Waar gaat het over? Nou, dit zijn stropdassen gemaakt van bijzonder materiaal. Daar gaat deze video over. Kijk, we beginnen met beton. Niet echt bijzonder, maar beton zelf is op zich helemaal niet zo stevig. Nee, je hebt er iets anders bij nodig, namelijk je hebt staal voor nodig. En als je dat combineert, dan krijg je gewapend beton. En dat is pas stevig. Dus als je het mengt, dan krijg je een goed materiaal. En dat heb je ook bijvoorbeeld bij kunststof. Nou, als je kunststof hebt, en meestal wordt het in zoiets gedaan, hè, kunststofkorrels. En dat meng je met vezels, dan krijg je een bijzonder materiaal. Dan krijg je namelijk composieten. En composiet is een kunststof dus, gecombineerd met vezels. En daar kun je hele mooie dingen van maken. Bijvoorbeeld een fietsframe van carbon. Ja, of vliegtuigrompen worden ook compleet van composieten gemaakt. Of wat dacht je van een terrasje? Ja, ook dat, composiet. En zelfs op je tanden kun je composiet krijgen, zodat je een mooi kleurtje krijgt en dat het weer een beetje fatsoenlijk lijkt. Composieten kom je overal tegen, kunststof gecombineerd met een vezel. Iets anders, bijzonder materiaal, dat is biomateriaal. Nou, biomateriaal, nou, het woord zegt al, bio, dus in je lichaam. En dat kan worden gebruikt in jouw lichaam om zaken vast te maken, te vervangen. Wat voor materiaal hebben we dan over? Nou, bijvoorbeeld roestvast staal. Ja, dat wordt gebruikt bijvoorbeeld in je gebit. Hè, een kroon goed vast te zetten in je gebit. Gebruik gemaakt van roestvast staal. Titaan, gebruikt voor bijvoorbeeld een heupimplantaat. En bioglas. En bioglas wordt gebruikt om kraakbeen te vervangen. Ja, en daar staat het al. Hè, dan kan je inderdaad ook infecties voorkomen van bot of beenmerg. Biomateriaal. Ook dat is weer een bijzonder materiaal. Iets anders in de categorie bijzonder materiaal zijn de kristallen. En dan specifiek de piezo-kristallen. Piezo-kristal, dat is een kristal en als je daarop duwt, dan geeft het een spanning af. En dat kun je gebruiken bijvoorbeeld bij een piezo-aansteker. Ja, je duwt erop, er ontstaat een spanning en daardoor ontstaat een vonk. Je kunt het ook gebruiken in een luidsprekertje. Ja. Want omgekeerd kun je ook een spanning ergens op zetten en dan gaat de kristal bewegen. En dat wordt dus bij een luidsprekertje gebruikt. Ja, kristallen, piezo-kristallen, bijzondere materialen. Trouwens, kristallen, wat dacht je van LCD? Liquid Crystal Display. Ja, dat zijn dus geen piezo-kristallen, maar dat zijn vloeibare kristallen. En worden gebruikt in mooie schermpjes. Kijk, dit is zo'n LCD-scherm. Maar je hebt ook complete tv's. Gebruik maken van LCD van vloeibare kristallen. Dus ook dit is weer een toepassing van een bijzonder materiaal. En we zijn er nog niet. Kijk, allemaal bolletjes. Het lijkt op piepschuim, maar ze zijn nog veel en veel kleiner. Het zijn nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn deeltjes en moet je in de orde van een 100 nanometer doen. En nano is 10 tot de macht min 9. En daarachter staat al hoeveel millimeter dat dan ongeveer is. Nanodeeltjes worden bijvoorbeeld gebruikt in bloed. Ja, wordt toegevoegd en dan kun je dus bloedstolling bevorderen. Of het wordt gebruikt bij kleding of schoeisel. Het is namelijk ook een coating en dan zul je vuil water op begroeiing worden afgestoten. En die begroeiing is bijvoorbeeld bij schepen. De romp van het schip wordt dus met een coating ingespoten en dan zal er geen begroeiing meer op komen. Ook het toepassen van nanodeeltjes. Anders iets is bijvoorbeeld in de medische wereld ook weer. En dan worden tumorcellen gelabeld. Ja, er worden nanocellen in het lichaam gedaan die sporen de tumorcellen op. Klemmen zich eraan vast en zodat je dus van buitenaf die tumorcellen kunt opsporen. Is het allemaal Hosanna voor nanodeeltjes? Dat niet. Ja, er komen ook steeds meer signalen dat het ook wel eens tegen kan keren. En ja, daar moet dus nog wel
onderzoek naar worden gedaan. Maar het is in ieder geval allemaal bijzonder. Nee, bijzonder, inderdaad. Zo bijzonder zelfs. Nou, dat wil ik wel eens zien. Dit is zo bijzonder. Het einde. Oké, het is het einde. Bedankt voor het horen en tot ziens.